Hallo, welkom allemaal. Welkom in de Bali. Mijn naam is Gadol Katawasi. Ik ben programmamaker bij de Bali. En net als velen van jullie heb ik de afgelopen tijd het nieuws over Afghanistan gevolgd. We hadden ook weinig keus. Alle kranten stonden vol met het nieuws over het land. Voorheen waren het de mensen die geïnteresseerd waren in Afghanistan, het Midden-Oosten of Azië, die wisten wat er speelde in Afghanistan. Of mensen zoals ik, waarvan hun ouders Afghaans zijn en op die manier meekregen wat er speelde. Via onze ouders, ooms, tantes, neven en nichten, die mooie verhalen met ons deelden over Afghanistan, over trouwerijen die uitgroeiden tot grote feesten met veel muziek en uitgebreide feestmalen. Maar ik herinner me ook verhalen over de Taliban. Toen ik een jaar of 8 was en ik op vakantie ging naar Afghanistan en mijn oom mij vertelde over de jaren 90, toen de Taliban aan de macht waren. Hij vertelde dat ze een tv hadden staan in de kelder, waar hij en zijn kinderen zich 's avonds laat omheen verzamelden en stiekem films kijken die door de Taliban verboden waren. Hij liet het klinken als hele knusse avonden. Ik was zelfs een beetje jaloers dat ik er zelf niet bij was. Ik wilde ook stiekem in een kelder met mijn neven en nichten verboden films kijken. In Nederland houden de gesprekken tussen mijn Afghaanse familieleden over Afghanistan altijd nog stand. Tijdens het avondeten wordt er over van alles en nog wat gesproken. Ik denk dat de meeste Afghanen die hier zijn of die meekijken, dat ene moment op de avond wel kennen. Het moment op de avond dat het gesprek langzaam overgaat naar een gesprek over de Afghaanse politiek. Afghanen praten namelijk graag over politiek. Ik luisterde altijd mee en zag voor me hoe de jaren 60 en 70 eruit zagen in Afghanistan. Ik leefde mee met alle vrouwen die streefden naar modernisering en vrijheid en zich voor het eerst kleden hoe zij zich wilden kleden. Ik luisterde vol spanning naar verhalen over de inval van de Sovjet-Unie en de oorlog met de Mujahideen. En natuurlijk werd ook de Amerikaanse oorlog in Afghanistan besproken. Er werden uitgebreide analyses gemaakt over de oorlog en over de absurde overgang van het zogenaamde moderne Afghanistan in de 20e eeuw naar een land vol armoede, oorlogstrauma's en onvrijheid. De voorspelling die altijd weer werd gemaakt was: de Amerikaanse oorlog in Afghanistan zal nooit goed eindigen. Dit allemaal gepaard met persoonlijke ervaringen van familieleden en kennissen die nog in Afghanistan wonen, die over de jaren heen zijn vermoord, gevlucht, ontvoerd of verdwenen. Al de verhalen die ik sinds kleins af aan al meekreeg. Waarnaast ik zo af en toe een artikel zag in de Nederlandse krant over een aanslag in Kabul. Ik las ze niet eens, want ik wist toch al wat erin zou staan. Aanslag in Kabul, x aantal doden, opgeëist door de Taliban, et cetera, et cetera. Tot afgelopen zomer, toen de kranten vol stonden en we niet meer om het nieuws heen konden. Moeten we meer tolken naar Nederland halen of niet? Moeten we ook lokale medewerkers naar Nederland halen of niet? Wat heeft Kaag wel of niet goed gedaan? Ik miste het bredere verhaal, de context. Het is begrijpelijk dat de kranten het nieuws van de dag vertellen. Maar om te begrijpen hoezo die kranten überhaupt vol stonden met het nieuws over Afghanistan, wat de rol was van het Westen in Afghanistan en wat de terugtrekking van Amerika en de machtsovername van de Taliban nou echt betekent voor het land, heb ik ervoor gekozen om een drieluik te maken over oorlog in Afghanistan, waarbij we steeds stilstaan bij verschillende tijdsperioden, waarvan vanavond het eerste deel is. De sprekers nemen jullie vandaag mee door de geschiedenis van Afghanistan in de 20e eeuw, waarin ze op zoek gaan naar antwoord op de vraag hoe de Taliban zo groot heeft kunnen worden en wat dat betekent voor Afghanistan. Ik hoop dat jullie een mooie avond hebben. Dank. Ja, heel veel dank, Gatol. Mijn naam is Jante Mosselman. Ik ben ook programmamaker hier in de Bali. En ik zal dit programma vandaag proberen in goede banen te leiden. Het is al heel fantastisch dat u hier in zulke grote getalen op af bent gekomen. We gaan in gesprek vanavond met Bashir Azizi. Hij is in 1993 vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Filosoof, docent maatschappijwetenschappen en auteur van dit boek. Een promotieonderzoek, wereldburgerschap, reflectief op wereldburgerschap in de spiegel van Afghanistan en Nederland. U schreef uw proefschrift over wereldburgerschap. Ja. Wat is dat? Eigenlijk dat is een filosofische boek eigenlijk die de
intuïtie is dat je in de huidige globaliseerde wereld mensen niet alleen burger zijn van een nazistaat, maar ze ook deel uitmaken van de grote geheel. Dus hun eigenlijke verantwoordelijkheid stopt niet bij de grenzen van hun nationale staat, maar ook die morele verantwoordelijkheid ten opzichte van medemens. Dus ik heb deze ideeën over intuïtie, over de wereldburgerschap, is niet uit de lucht gevallen. Dat heeft te maken met mijn intellectuele reis uit Afghanistan. Dat ik eerst burger was van een land waar mensen als onderdaan zijn. En daarna ben ik gevlucht naar een land waar mensen als burger zijn. Dus zelf auteur zijn van bijvoorbeeld de wet. Dat ze ook niet alleen bepaalde verplichten hebben, maar vooral recht hebben. En dat was voor mij dat ik in de twee verschillende landen gewoond heb en heeft geleid dat ik moet me verdiepen hoe komt dat in sommige landen zoals Afghanistan mensen heel lang als onderdaan leven en tegelijkertijd op dezelfde aarde op een andere stukken van de wereld mensen een aantal fundamentele rechten hebben geniet. Kunnen genieten. En dat was voor mij de vraag om een onderzoek te doen hoe dat komt. Ja. En vooral dat het mijn land, Afghanistan, al decennia onderdeel is van een burgeroorlog. En hoe komt dat die daar eigenlijk nog steeds oorlogen zijn? En dat was eigenlijk de reden dat ik moet in een bredere context plaatsen. En dan kwam ik erachter dat die mensen een aantal fundamentele rechten hebben die niet afgeleid zijn van nationale rechten, maar niet namelijk boven dat die wereldburgerrechten. Ja. We komen denk ik op een aantal van deze onderwerpen straks terug. Dank u wel. Ook in gesprek Toray Ahmadi. In 1996 vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. U bent filosoof en oprichter van Stichting, en dan verbeter me alsjeblieft als ik het niet goed zeg, Ghosh Mahadid. Bijna. Ja. Een stichting die Afghaanse immigranten opvangt en begeleidt. En u heeft dit boek geschreven, Compassie met Afghaans boek. Aan u echt dezelfde vraag. Kunt u kort vertellen waar het over gaat? Ja. Het idee voor dit boek, eerst wil ik zeggen, goedenavond allemaal, we staan wezigen. Ik ben blij dat ik heb de gelegenheid om met jullie hier in gesprek te komen. Ik woon 25 jaar in Nederland en ook de reden dat, waarom ik in Nederland woon, is de constante oorlog in Afghanistan. Toen ben ik ook vanwege het oorlog naar Nederland gevlucht. Maar ja, ik was op zoek naar een om vanuit oorlog weg te gaan en toevallig ben ik in Nederland. Het idee dat ik een boek heb geschreven is ook dat waarom ben ik in Nederland en hoe kom ik hier terecht en waarom in Afghanistan zo lang oorlog is. Twee belangrijke onderwerpen in dit boek is dat de situatie in Afghanistan. Dat dit boek was in 2020 uitgegeven, maar al twee jaar de situatie in Afghanistan blijft niet zo dat hetzelfde en gaat achteruit met de alledaagse situaties. En de onderwerp twee is dat vluchten en integratie in de Nederlandse samenleving. Hoe Afghanen wonen in Nederland en hoe gaan zij zich integreren?
wat is integratie en hoe makkelijk is ergens anders leven opbouwen en zich integreren. Al die twee onderwerpen die in dit boek staan centraal, zijn ook actueel voor vandaag. Want er zijn heel veel Afghanen recent uit Afghanistan gevlucht zijn. Dat is een best emotionele onderwerp voor mij. Als ga ik hierover praten, dan meteen krijg ik een emotionele situatie tot mijn tranen. Ja, dat. Dank, beide. We hebben de avond opgedeeld in een aantal verschillende tijdsperiodes. En ik wil beginnen in de jaren 70, om het te hebben over de opkomst van de Taliban. Er zijn ook een aantal korte intermezzo's van theatermaker Shah Tabibi. Dus ik ga je zo vragen om naar voren te komen straks. Maar eerst in de jaren 70. U bent daar beide in die tijd ook in Afghanistan opgegroeid. En meneer Aziz, ik wil bij u beginnen. Kunt u ons meenemen naar die tijd? Hoe was het daar toen? In de jaren 70 moeten we eerst zeggen, tot die tijd was de macht eigenlijk een soort traditionele macht, de politiek macht gebaseerd op eigenlijk een soort traditionele opvolging van de koning bijvoorbeeld tot die tijd. En komt er één keer een verandering. Mensen tot die tijd respecteren gewoon de traditionele macht op basis van erfvolging. Gaat het dan over het Afghanistan op de kaart zoals wij dat nu kennen? Ja, dus moet het woord met Afghanistan moeten we ook erg goed oppassen dat hij niet altijd Afghanistan heet. Het gebied wat nu Afghanistan, voornamelijk vanaf 1818 ongeveer, heet. Vroeger was ooit center van grote imperia bijvoorbeeld, dat die andere landen bijvoorbeeld onderdeel maakt en was zelf ook onderdeel van andere imperium, bijvoorbeeld van Turken bijvoorbeeld, of Safaviden of een andere imperium bijvoorbeeld, of nog eerder van islam, moslim bijvoorbeeld, invasie of et cetera. Maar vanaf in de jaren, tot de jaren 70 karakteristiek was dat de legitimatiemacht van de macht was gebaseerd op erfopvolging. En toen komt één keer veranderingen, dat die de dood gaan bijvoorbeeld in de 1973 de coup plicht. En één keer republiek aankondigt. En vanaf dat moment is het begin van de verandering in de geschiedenis van Afghanistan, dat die invloed heeft de rest van de veranderingen met de ideologisering van de politiek. En dat begint eigenlijk daar, op het moment dat hij die erfopvolging verandert en op een andere manier de legitimatie van de macht, namelijk dat die open staat, dat die burgers ook kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan de besluitvorming en president kiezen. En dan, omdat hij zelf deze macht niet op legale manier bijvoorbeeld greep, maar door de coup. En dat betekent ook iets voor de nieuwe begin van de manier waarop andere toekomstige regeringen ook proberen om dat te doen. Ja. Toen hij republiek aangekondigd, men verwacht dat hij zou een democratische manier van regering aanvaarden en dan een politieke partij kunnen. Wie had die republiek aangekondigd? Doodgaan. Hij was een neef van de koning. En hij was ooit onder de koning ook minister-president geweest. Het probleem was daar eigenlijk dat hij de burgers op dat moment respecteerde, omdat hij onderdeel van het koninkhuis was. En voor mensen was niet zo ingrijpende veranderingen en burgers merkten ook niet wat veranderde in het land. Nee. Als in de provincies ga je aan mensen vragen wat is veranderd, zoals een Barville zegt, hij was een antropoloog in van de provincie. Iemand heeft gevraagd, heb je een verandering gezien in Afghanistan? Zegt, nee, alleen de foto is veranderd van de koning en nu hebben we een foto van president doodgaan. Ja. En de rest blijft hetzelfde samenleving, maar hij belooft, zoals hoort bij een republiek, dat hij over 5 jaar bijvoorbeeld een nieuwe
president komt, of tenminste ja. verkiezingen. Ja. Maar hij is, gaat op een andere manier dat omdraaien. Dat namelijk dat hij alle andere partijen dat bijvoorbeeld verbiedt. Mm-hmm. En alleen zijn partij alleen mag bijvoorbeeld ja. in het land als formele partij deelnemen aan de verkiezingen. Het is een vrij effectieve manier om verkiezingen ja. te winnen. En ook andere mensen, die intellectuelen of militairen die hem hebben gesteund, ja. Ze aan de kant zet. En dan zegt er is alleen enige partij die bijvoorbeeld aan de macht kan. Mm-hmm. Toen mensen hebben gezien dat het makkelijk is door militaire koop kunnen we aan de macht komen. Dat wordt een soort traditie in Afghanistan. Dan beginnen ze ook die andere groeperingen, vooral pro-Sovjet-Unie. Partijen ook hebben geprobeerd om op deze manier aan de macht te komen. Ze hebben ook de coup gepleegd. Mm-hmm. En dan heeft de president Dawood Khan vermoord. Ja. En op deze manier zijn ze ook aan de macht gekomen. En dan begint een ideologisering van de politiek. Dat je door één ideologie doen komt aan de macht. Ja. En ze willen alleen hun ideologie opleggen op de samenleving. Ik wil hier zo op door. Maar toch wil ik eerst nog even ook om echt een beeld te krijgen. Omdat we, vooral ook omdat we denk ik allemaal wel die foto's zien. Hè, die worden er vaak bijgehaald van vrouwen in korte rokken op straat in Kabul. En dan zeggen mensen altijd dat was hoe het was. Storij, was dat zo? Was er vrijheid bijvoorbeeld voor vrouwen? Ja, in die tijd, deze tijd kan ik goed nog herinneren dat Kabul en Afghanistan hoe het eruit zag met de dames en de meisjesscholen. Maar dat was een rustige tijd zeker, maar dat was heel beperkt. Niet voor de hele Afghanistan, nee. maar voor een bepaalde kring mensen. Zo heten wij dat elite. Elite in de volk is altijd heel verschillende begrippen. Ja? Dus in Afghanistan, de regeringen waren nooit voor de volk van Afghanistan. Dat is al helemaal duidelijk. Want hoe zag het leven van het volk er dan uit in de jaren 70? Heel simpel, heel eenvoudig, dorpelijk. Het is gewoon mm-hmm. heel eenvoudig, maar veilig. En een vraag aan u allebei. De rol van religie toen, in de jaren 70, aanwezig, afwezig, op welke manier? Ja, de rol van de religie is altijd in het Afghaanse cultuur is aanwezig. Want religie is een hele gevoelige plek van mensen. En waar de regeringen kunnen niet heel goed tijd aan besteden voor educatie en voor voorlichting en voor vooruitgang van de maatschappij. Daar zeker door ontbreken van wetenschappen. De maatschappij gaat gewoon vanzelf groeien. En daar hebben mensen heel veel behoefte aan religie. En zij zijn verbonden aan religie en religieuze situatie zelfs ook. Als zij ziek worden, dan zij gaan niet medicijnen zoeken, maar zij gaan God zoeken. Zij gaan religie zoeken, zij gaan zichzelf zoeken. Hoe kunnen zij zich verbeteren? Mm-hmm. Dat was de eenvoudige situatie in Afghanistan. En nog niet in de steden tot nu toe. Want de Afghaanse volk krijgt zelden, bijna nooit een aandacht en niemand zorgt voor hen. Het draait altijd om macht en geld, maar niet om de volk. Dank. Opvallend is dat de islam was een manier van leven in Afghanistan. Mm-hmm. En dat Afghanistan kent nooit een politiek islam. En mensen vanzelfsprekend zichzelf als moslim vinden. Ja. En daarom is een politiek islam voor de Afghaanse samenleving een vreemde verschijnsel is eigenlijk. En mensen zeggen, wij zijn geboren als moslim. Wij zijn een van de beste moslims in de wereld. We zijn al 1400 jaar geaccepteerd islam.
Maar islam was altijd ondergeschikt aan de politiek. Mm-hmm. En nooit een opdrachtgever aan de politiek geweest. En daarom lukt die politieke islam in de afgelopen 20, 30 jaar niet om politieke islam op te leggen. Want mensen zeggen, dat betekent zoals iemand een naam heeft, dan moeten ze een woord houden, dat is mijn naam. Mijn naam is Ahmad, terwijl je zelf Ahmad. Ze zeggen, wie zijn die Pakistani die aan ons islam leren? Ze hebben zelf een paar half eeuw terug islam kennen gewoon. Of wie zijn die Arabieren die aan ons islam leren? We zijn geboren als moslim. Ze beschouwen islam zoals een manier van leven gewoon. Ja. En daarom is het heel vreemd tegen een hond te zeggen, we zijn islamitisch islam bouwen. En koppelen islamitisch islam, dus het woord islam aan de staat, is eigenlijk vreemd aan de mensen. Ja. Dus dat is een heel belangrijk element dat wij moeten altijd in de gaten houden. Dat Afghanistan is een land met dat die religie en cultuur zo met elkaar en verbonden staat, mm-hmm. dat die niet kunnen losmaken. En ze willen ook niet een soort politiek islam bedrijven. Nee. Dat is een heel belangrijk element is om te benadrukken eigenlijk. Terug in de jaren 70 dat hij komt dan ideologiseren van de politiek. Dat was vanaf 1973, vanaf de eerste coup. Daarna dat hij coup komt van de pro-Sovjet-Unie beweging. Mm-hmm. Dat wordt een soort traditie dat hij altijd ingrijpen via militairen bijvoorbeeld aan de macht komen. En dan, als je de geschiedenis kijkt, dat alle staatshoofden vanaf 1900 tot 2001, ofwel zijn ze vermoord, of zijn ze in ballingschap gedwongen. En dat betekent een belangrijke vraag. Hoe komt dat die staatshoofden die belofte aan de burgers, we gaan voor jullie dienstbaar zijn, en toch al van hun hetzelfde onvoorspelbare lot verwachten dat ze allemaal doodgaan eigenlijk? Ja. En dat is de grote vraag, om te vragen waarom lukt al die staten door de eeuw heen, dus de hele eeuw, dat ze af moet vermoord worden, of moeten ze in ballingschap gedwongen worden? Ja. En dat is geen enkele van de staatshoofden gedurende 1900. En Habibullah is vermoord, hè, dus eerste koning van 1900 tot zijn zoon, bijvoorbeeld Amanullah, 1919 aan de macht komt en dan onafhankelijk van Afghanistan aankondigt. Hij wordt gedwongen om het land te verlaten. En daarna Habibullah wordt ook vermoord door Nader Khan. Nader Khan wordt vermoord door een student. Zo ga je verder. Ja. En iedereen begint er eigenlijk telkens weer opnieuw aan ook. Ja. Denkt u dan dat is ideologisch gedreven? Dus was het tot zeg maar van 1973 tot, laten we zeggen, 1979. En dat was natuurlijk ook een ideologische inval. In die invallen toen, in die jaren, was dat werkelijk een strijd van ideologieën? Of ging het om macht? Of kan je dat niet loszien? Allebei. Dus ideologie is ook. Dus de eerste was die ideologie, de pro-communistische bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ideologie, ze wilden niet macht delen met de rest van de, bijvoorbeeld in de samenleving. Ze willen als alleen hersen hun ideologie opleggen in de samenleving. Schrijf, absoluut. Maar de burgers wilden eigenlijk dat niet. En ze wisten ook niet zoveel van deze ideologieën. Nee. Zowel communisme als politiek islam voor hun was vreemd. En welke mensen waren dan, was dat de elite die ideologie kwam opleggen? Wie waren dat? Ja, die voornamelijk studenten in de grote steden eigenlijk woonden. En dus toen na de bijvoorbeeld revolutie, oktoberrevolutie in Rusland, bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie bijvoorbeeld.
Dan jullie weten dat er een hele beweging, een communistische beweging was, die al eerder in Europa en dan eerst voorbeeld in Sovjet-Unie. En dat was een stimulans voor die pro-communistische beweging. Ze hadden dit ideologie. Maar eerst waren niet zo'n plan om via, ze wilden even revolutie. Maar de coup begint eigenlijk een andere makkelijke manier om aan de macht te komen. Ja. Dat hebben we dat gedaan. Dus doodgaan heeft de weg vrijgemaakt voor die pro-communistische regering. En daarna ook door verdreven van deze pro-communistische regering, die moslimfundamentalisten kwamen aan de macht, ook alweer ideologie. Ze wilden ook niet delen de macht. Ze wilden opleggen aan ideologie. Dus er was eigenlijk een crisis van de legitimatie van de macht was eigenlijk. Dat hij nooit op legitieme manier is gelukt Afghanen om een nieuwe structuur van een nazistaat te vormen en ook... Ik twijfel zelf dat die Afghanistan in de staat is. Ja. En dat kunnen dat plaatsen in de achtergrond van de koloniale tijd. Dat het land door de twee grote mogenden van de wereld, in de grote game, dat die daar en daar in die situatie, dat die grenzen van Afghanistan door die bijvoorbeeld de Britten en de Tsaar wordt rond 1900. Op willekeurige. 1880, dus op willekeur door de etnische groeperen heen wordt getrokken. Ja. En dan zegt jullie moeten in dit land, dat was een buffer tussen die twee grote mogendheden, dan tegen Afghanistan, dat is jullie land, dat is jullie nazistaat in het model van de westerse landen, jullie moeten elkaar hier dulden. Ja. En terwijl de Afghanistan was nog steeds een samenleving van de minderheden. Er is geen enkele etnische groepering die de meerderheid vormt om te beginnen met een vorming van de nazistaat. En bovendien, nazistaat is veronderstelt ook een aantal andere condities, zoals modernisering, geletterdheid bijvoorbeeld. En die condities bestonden niet eigenlijk, maar ze moeten van de twee grote mochten in deze territoriale gebieden eigenlijk een nazistaat vormen. En tot nu toe is niet gelukt. Nee. Zowel het begrip staat is een problematisch als een nazistaat. Ja. Komen we straks misschien daarover meer. Ik hoop het, ja. Ik wil naar de coup namelijk de inval eigenlijk van de Sovjet-Unie in 1979. Kunt u me daar iets over vertellen? Ja, in principe dat met de hele informatie die heeft meneer Azizi verteld. Ideologische oorlog in Afghanistan. Ja, dus dat is eigenlijk een oorlog tussen twee landen, tussen twee machtige landen die ontstaat. Maar omdat Afghanistan een geopolitieke situatie heeft, dan de grond van al deze oorlog komt in het territorium van Afghanistan. Ja, niet alleen voor Afghanistan, daarvoor was Vietnam bijvoorbeeld en dan andere landen in de tijd van de Koude Oorlog. Ja. En is in principe oorlog gaat tussen twee grote landen, maar het territorium van de oorlog wordt deze keer Afghanistan gebruikt. En de invasie van de Sovjet-Unie naar Afghanistan. Afghanistan als een islamitisch land was helemaal onder de druk van de invasie van Rusland. Maar die ideologie kan je op een manier, op een methode een goede omgang voor hebben om ergens anders te realiseren. Maar juist Afghanistan was niet de goede plek voor dat, want mensen kunnen dat niet accepteren. En bovendien, wat gebeurde dat? De centrale delen van het territorium van Afghanistan was onder de druk van de invasie van de Sovjet-Unie. Maar alle andere gebieden van Afghanistan was onder de invloed van de United States. En daar
Met de financiële, organisatorische en allerlei strategische steun. Mujahideen was voorbereid en tegen de Sovjet-Unie leger aan het strijden gebracht. Wat gebeurt hier de hele tijd? En, Afghanistan is een strijdveld tussen twee machten. Mm-hmm. Van de ene kant is de hoofdregering, van de andere kant is de oppositie. En dan, wat gebeurt er? Hoe krijg je hier steeds conflict tussen het Afghaanse volk, van die kant en van de andere kant. Mm-hmm. Maar de redenen van de oorlog staat ergens boven. Dat is de ideologische, dat is eigenlijk een confrontatie tussen communisme en kapitalisme van Rusland en van de United States. Nee, dat ergens tussen die twee grootmachten kwamen de Mujahideen op. Of waren die er al? Ja, toen in die tijd de term Mujahideen voor de eerst in de media gekomen. En wie waren dat dan? Afghanen die opgeleid in Pakistan. Oké. Okay. En, om tegen de Russen te strijden. Ook, dus ik stel me voor, jonge mannen vertrokken naar Rusland. Of misschien oude mannen. Ja, ook mensen. En werden daar getraind door wie? Niet naar Rusland, naar Pakistan. Naar Pakistan. Ja. Om te vechten tegen de Sovjet-Unie. En door wie werden zij dan opgeleid in Pakistan? Door de United States, door Amerika. Mm-hmm. Daar waren een madrassa's. Dus eerst moeten de invasie van de Sovjet-Unie moeten in de context van de Koude Oorlog, zoals zij heeft net verteld, moeten plaatsen. En toen die Sovjet-Unie-regering aan de macht kwam, binnen die politieke partij was een interne conflict. En dat was bijna dat u uiteen te vallen. Dus een van de sleutelfiguren daar, die Hafiz Lamin heet, die vermoordde de leider van de partij en ook die president. En, dus dit, en bovendien in het begin bewegingen van bijvoorbeeld Mujahideen in verschillende provincies. Mm-hmm. Dat was een signaal naar de Sovjet-Unie dat de macht van de pro-Sovjet-Unie zal uiteenvallen. Ja, en dus ik stel het me even voor. Dus in allerlei provincies, klein, niet zozeer verenigd. Bemoeienis van Pakistan begint die bewegingen te hervormen en organiseren als verzet tegen bijvoorbeeld die nieuwe regering. Mm-hmm. En dan waren bang omdat die uiteenvalt. Mm-hmm. En tegelijkertijd omdat in de regio ook Iran begint een revolutie, islamitische revolutie. En de Sovjet-Unie was bang misschien dat je bewegingen als in Afghanistan onze pro-Sovjet-Unie regering uiteenvalt. Ja. De kans is groot dat die Mujahideen komt aan de macht. En Iran is ook daar. En dat zullen ze voor de Sovjet-Unie, voor de Midden-Aziatische landen waar met islamitische achtergrond zal gevaar vormen. En bovendien op de wereldniveau was een aantal in de 1997 dus een aantal conflicten tussen Sovjet-Unie en de westerse landen. En verdrag van SALT II was problematisch. En middellange raketten met een nucleaire bijvoorbeeld wapen, die was gevestigd in Europa. Dat was ook gevaar van de Sovjet-Unie. Ja. Dat is ook China contract tekent met Amerika en groene licht geeft om wapenmacht te kopen in China. En dat was voor de Sovjet-Unie was een soort bedreiging dat hij van alle kanten wordt bedreigd. Als Afghanistan, die aan de grens van de Sovjet-Unie ook uiteenvalt, dat zou voor hun een groot probleem zijn. Ja. Dus dat was de aanleiding dat de Sovjet-Unie bijvoorbeeld invasie doet in Afghanistan. En ondanks het feit dat de regering van Afghanistan al eerder ook gevraagd naar de steun van
Dus die Tarakeen Amin zelf ook heeft gevraagd naar de militaire steun. Maar toch grepen ze gewoon invasie doen. En dat was eigenlijk voor de Amerikanen een mooie gelegenheid om dat verwelkomen, omdat een nieuw woord, een leger komt voor het eerste keer, voornamelijk invasie doet in een ander land. Mm-hmm. En terwijl tot die tijd was een andere manier van oorlog voeren. Namelijk een soort een plaatsvervanger, bijvoorbeeld bij volmacht oorlog voeren. Ja. En dan die twee landen, vanwege dat ze allebei kernwapen hadden, het moeilijk om met elkaar oorlog te voeren. Natuurlijk. Dan proxy war, genaamd. Dus dit was eigenlijk een goed strijdtoneel? Ja, dus voor hen was het echt, we gaan misschien wraak nemen van wat Vietnam hebben wij de oorlog verloren daar. Ja. Misschien laat maar dat het zo lang mogelijk dat de Russen hier blijven gewoon. Ja. En dus zoals Henry Kissinger zegt, gefeliciteerd aan de president, zegt, we moeten proberen dat de Russen hier langer blijft. Langer blijft, ja. En dus daar begint dan dat die madrassen die in Pakistan waren. Ja. En dan krijgen ze Pakistan ook, probeert gewoon van die gelegenheid te gebruiken. Ja. En van de hele Arabische wereld wordt gerecruiteerd die moslimfundamentalisten. Ja. Om, de Sovjets soort, daar flink bezig te houden. Ja. Dus hier dus om islam zogenaamd te verdedigen. Ja. En dan gaan ze tegen, zoals Kissinger kwam aan de grens van Afghanistan, tegen die mujahideen gezegd, jullie land is veroverd door kuffar, de Sovjet-Unie. Ja. Dan willen jullie dat jullie moskeeën terugkrijgen? Natuurlijk willen we graag. Ja. Dus dan gaan we jullie helpen gewoon. En dan begint het eigenlijk daar, die oorlog. En dan krijgen ze wapens, munities en mankracht en steun van Pakistan en Saudi-Arabië geld bijvoorbeeld geeft. En dan tot nu toe dit verhaal dus nog speelt in Afghanistan. Ja. En dan komt later dan Mujahideen aan de macht. Dan gaan we daarover hebben. Er was een hoop te winnen dus op deze centrale plek. Ik wil weten van jullie, die Mujahideen, werden zij gesteund door de, toen zij begonnen met de strijd tegen de Sovjet-Unie, werden zij gesteund door de lokale bevolking? Stonden de mensen achter hun? Ja, ook. Maar de lokale bevolking heeft ook een invloed. Die komen zij komen eigenlijk uit dat gebied. Mm-hmm. Maar financieel en strategisch worden zij gestoond door een macht. Want anders kan je niet. Ja, nee, dat moet is je wapens duidelijk. Hebben, ja. geld hebben, faciliteit en alles hebben om te gaan strijden. Mm-hmm. En juist de situatie is heel geschikt voor de mensen die hadden niet genoeg educatie, hadden geen genoeg voorlichtingen. En dan het gevoelige plek waar kan het macht misbruiken, dat is de religie van mensen. Dus dan, de religie maken zij politiek, maar niet dus gewoon misbruiken zij van de religieuze situatie van de mensen en dan maken zij een soort. En hoe religieus waren zij dan? Denk ik sharia? Ja, behoorlijk. Nee. Wat is een gewoon islamitisch geloof. Okay. Het is een gewoon islamitisch geloof, een basis islamitisch geloof. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk is mijn vraag hoe streng de mujahideen in de leer waren. Kijk, mujahideen waren niet zo streng zoals wat de Taliban het geval is. Die Afghanen zijn gewoon een moslim. Mm-hmm. En ze zijn heel gevoelig voor buitenlandse invasie. Wie dan ook. Ja, yeah. En het begin, Afghanen vochten al tientallen jaren tegen Arabieren ook. Yeah. En ook tegen de Sovjet-Unie. Als de Sovjet-Unie niet aangevallen was, misschien
hadden op een of andere manier als die ideologische macht van de pro-communistische de macht deelde met de rest van de burgers in een democratische bijvoorbeeld manier van politiek bedrijven, dan worden misschien gesteund door de gewone burgers. Ja. Maar de aanwezigheid van de Sovjet-Unie was zeer gevoelig voor de burgers. En de burgers kunnen bijvoorbeeld, die mujahideen hebben gebruik gemaakt of misbruik gemaakt van deze gevoeligen. Ja. Gevoeligen bijvoorbeeld van de gewone volk. En om die mee te doen aan die strijd, vooral in de dorpen. Die mujahideen, omdat ze met de wapen kwamen en dan eisten aan mensen, geef ons eten bijvoorbeeld. Ja. Maar geld hadden ze genoeg van Saudi-Arabië en de westerse landen. En van koste wat koste moeten ze Sovjet-Unie verdreven. En dan komt er tientallen keren meer geld in voor de mujahideen dan de budget van Afghanistan. Ja. Voordat we naar het intermezzo gaan, wil ik nog iets kort behandelen. En dan nemen we eigenlijk een beetje een sprong in de tijd naar het vertrek van de Sovjet-Unie in 1989. Ik stel me voor dat er constant eigenlijk strijd is geweest in die 10 jaar van dat de Sovjet-Unie in Afghanistan was. 1989, ze trekken zich terug. Was dat een winst voor de Verenigde Staten, voor de Mujahideen, voor wie won daar? De verliezer was de burgers gewoon. Mm-hmm. Dus, natuurlijk, de grote winnaar was de Pakistan. Mm-hmm. Natuurlijk voor de Amerika natuurlijk was en ook als winnaar. Waarom was Pakistan de grote winnaar? Pakistan had altijd een strategie dat hij voor zijn legging tussen India en Afghanistan. Ja. Omdat de rivalen, bijvoorbeeld rivaliteit met India, die wilde eigenlijk zijn Afghanistanse achtertuin hebben. Mm-hmm. En veilig bijvoorbeeld Afghanistan met een zwak staat bijvoorbeeld. Dat hij kan het land gebruik maken om geopolitieke belangen te bevredigen. Mm-hmm. Dus voor Pakistan was altijd, en omdat die Pakistan had ook ruzie wat grenzen betreft met Afghanistan. Ja. Dat hij als Afghanistan, als een beschouwd hij eigenlijk als een van de provincie wilde eigenlijk worden. Ja. En die, omdat die mujahideen in Pakistan waren en ze hadden invloed op die mujahideen. Mm-hmm. En nu zijn ze aan de macht en dan moeten ze ook luisteren naar Pakistan, omdat Pakistan was de bron die geld bijvoorbeeld stroom komt en verdeelt aan onder de mujahideen. Mm-hmm. En dan die mujahideen moeten ook luisteren naar Pakistan. En die Pakistan, die verdeeldheid onder mujahideen was ook een probleem voor Pakistan. Ja. En daar komt eigenlijk de reden dat ze straks dan moeten ze zorgen voor een andere type mujahideen, namelijk Taliban, om die verdeeldheid die uiteindelijk leidt tot vallen van de regering van de mujahideen, die moet uit de weg ruimen. En daarom hebben ze een alternatief voor de mujahideen al gecreëerd. Ze werkten aan het tweede project, namelijk de Taliban, dat die straks, omdat die mujahideen kwamen uit verschillende etnische groeperingen. Mm-hmm. Ze waren anders dan die Taliban. Ze komen uit grote steden, dorpen en behoren tot verschillende etnische groeperingen. Wat hun eigenlijk met elkaar verbindt was een strijd tegen de Sovjet-Unie. Ja. En dus het element verzet tegen de Sovjet-Unie was voor hun belangrijker dan de rest. Moslim waren ze altijd gewoon. Ja. Ze hebben niks verloren wat islam betreft. Mm-hmm. Maar op het moment dat die Sovjet-Unie weg was, en dan één keer beginnen ze onderling. Tot wat voor soort regering hebben wij dat? Ja. Islamitische staat? We waren toch moslim? Maar wat zijn de fundering van deze islamitische staat? Want ze waren gewend met een soort koninklijke huis. Dat kunnen wij niet. We behoren niet tot koninklijk huis. President. Ja, wie wordt president van welke groeperingen? Ja. Omdat er waren bijvoorbeeld, ik heb net verteld dat die Afghanistan bestaat uit minderheden, voornamelijk.
Pashtunen, Tajiken, Oezbeken, Turkmenen. En die mujahideen wordt ook verdeeld in deze groepering. Ja, dus ze hadden iets gezamenlijks nodig om die beweging te veranderen. Ja, en toen was gezamenlijk iets dat ze hun verbind was verzet tegen de Sovjet-Unie. Ja. Toen de Sovjet-Unie weg was, hadden ze een crisis, een element die al die groepering met elkaar verbindt. Mm-hmm. Daar gaan we zo op door. Ik wil u nog één ding vragen voordat we dat doen. Meneer Azizi zei net, de grote verliezer was de burger. Bent u daarmee eens? Ja, ongetwijfeld dat is zo. Want de oorlog in Afghanistan is niet de oorlog van Afghaanse mensen. Dus daar, de burger is de grote verliezer. Daardoor, ja. En dan... Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ja. Omdat al die oorlogen kwamen niet van de burger zelf. Dus die ideologieën die wilden in stand houden hun macht door middel van de militaire macht. Mm-hmm. Die kwamen ook niet uit de burgers. Die worden opgelegd op de burgers. Ook die islamitische beweging kwam ook niet uit de burgers. Burgers waren niet in staat om zo grote verzet tegen de Sovjet-Unie te voeren. Dat kwam allemaal vanuit het buitenland. Mm-hmm. Dus in Afghanistan was helaas nooit als een gemeenschap van mensen behandeld wordt. Ja. Maar als een zaak wordt behandeld. Ja. Daarbij wil ik ook zeggen dat de doel van de... partijen die willen eigenlijk oorlog maken is bereikt. Iedereen die heeft eigen doelen, dat is bereikt ook als Sovjet-Unie was uit Afghanistan weggegaan. Mm-hmm. Legerverlies, maar bepaalde doelen hebben zij wel bereikt. Ja. Ja. Ik ga naar het eerste intermezzo voordat we... Een punt is heel belangrijk dat je toen de Sovjet-Unie leger uit Afghanistan verdreven was. Mm-hmm. Voor Amerikanen was het doel bereikt. Dan hoeven ze niet langer daar zich veel bezighouden. En op dat moment laten ze het Afghanistan en hun lot zegt Pakistan moet verder. Jij moet weten wat moet gebeuren met het land. Ja. En wij aan de achtergrond blijven, we hebben ons doel bereikt. En daardoor wordt Afghanistan een vrije haven van alle terroristen. Die komen allemaal omdat Afghanistan was eigenlijk staatsloos. Had geen beginselen van een moderne staat. En dan gebeurt dat hij uiteindelijk komt. Uit de hele wereld burgers komen uit verschillende landen om hier in een staatsloze land gewoon zich vestigen en van daaruit toeristische activiteiten wereldwijd te kunnen organiseren. En Bin Laden daar vindt ook een vrij hand om daar terroristische activiteiten te organiseren. En dat de gevolg daarvan was die Twin Towers geraakt. Daar komen we zo op. Heel veel dank aan jullie beiden. Tabibi, ik vraag je graag naar voren. Je bent theatermaker, storyteller. En je hebt een kort verhaal voor ons. Ja. Dank. Net als alle andere kinderen stelde ik altijd de vraag waarom? Waarom zijn wij Afghaans? Waarom niet Nederlands? Waarom wonen wij hier en niet daar waar al die verhalen vandaan komen? En degene die het antwoord gaf was altijd mijn oom Rahim. En dat deed hij deze keer met het opzetten van het volgende lied. وطن عشق تو افتخارم و
وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم Oom Rahim, ik begrijp niet alle woorden die zij zeggen. Waar hebben ze het over? Osha, zij uiten hun liefde naar het land, naar Afghanistan. Hoe het lopen op de aarde van Afghanistan hetzelfde is als lopen in de tuinen van de hemel. Liefde? Waar heb je het over, oom? Hoe kan je het hebben over liefde? De mensen van Afghanistan kennen geen liefde, ze zijn elkaar aan het uitmoorden. Is dat niet waarom wij hier wonen, waarom we hier zijn? Ik geloof er niks van. Shah, je moet even wachten voordat je verder gaat. Je moet een belangrijke vraag stellen. Stel de vraag wat Afghanistan was. Afghanistan was een 4-jarig kind. Omringd door voetafdrukken van pestkoppen en geen ouders die voor haar konden zorgen. Vandaag is zij een 40-jarige mens geworden. Gerimpeld door buskruid en stof. Afghanistan kent niet veel meer dan vechtpartijen, zou je zeggen. Omar Shah, vergis alsjeblieft de aard van Afghanistan niet voor haar gedrag. Vergeet alsjeblieft niet de glorie en vreugde die zij had in haar kindertijd. Het lichaam van Afghanistan heeft niet enkel bloed en bitterheid geproefd. Ze heeft niet enkel leven gebaard aan bloeddorstige mannen en hopeloze vrouwen. Nee, er was een tijd dat zij magnifieke filosofen en geweldige dichters tot bloei bracht. Sena'i Ghaznawi, Bu Ali Sina Balghi en de grote Rumi. En niet eens zo lang geleden, ja, toen ik zo oud was als jij nu bent, kon men de geur van progressie en vrijheid ruiken op het parfum die Afghanistan droeg. Vrouwen die werkten in laboratoria, les gaven aan universiteiten, verschillende modes droegen en hun haar hadden hoe zij het wilden. Mannen die kunst en cultuur en muziek maakten en verdomme tolerant waren. Afghanistan stond vooraan in de rij van veelbelovende kinderen. Maar elk kind zal worden zoals zij is. Als ze de dingen heeft meegemaakt die zij heeft meegemaakt. Elke ziel zal zijn getergd. Als het zo'n mate van verwaarlozing en pijn zou hebben geproefd. Jij, Isha, was een 4-jarig kind toen jij naar Nederland werd gebracht. Jij leerde de Nederlandse taal en de Europese waarden. Maar wat is Europa? Europa is slechts een kind die de oorlog heeft overwonnen, zijn wonden heeft weggelikt en wellicht is vergeten wat hem is aangedaan. Europa is een kind die de kans heeft gekregen om te groeien. Intellectueel,
emotioneel en fysiek. En dat is alles wat Europa anders maakt dan Afghanistan. En Yaisha, jij hebt het geluk van Europa. Alhoewel jij Afghanistan kon zijn. Dank jullie wel. Het raakt u, zie ik. Wat raakt u? Ja, een soort gevoeligheid voor mensen die ik ken in Afghanistan. En de pijn die nog steeds mensen lijden daar. En een liedje met de taal waar ik geboren ben. Ja, voor alles heb je een soort gevoeligheid. Dank. Dan een grimmige vraag daarna. Maar we zijn daar toch ook aangekomen in de tijdlijn. Wie zijn de Taliban? Ja, dat is vooral nu met alle nieuws die in de media, centrale staat en alle talen, is het niet moeilijk om een definitie te geven en begrijpen wie zijn de Taliban? Ja, Talib is de meervoud van Taliban is meervoud van Taliban. Die zijn de leerlingen. Dat is de eenvoudigste. Maar die zijn de een groep strijders, machtsstrijders, die doelmatig wordt begeleid en dan om aan de macht te komen. Dat is een heel duidelijke definitie van mij. In die groep begeleidende mensen hebben hun doel bereikt. En nu hebben zij voor de tweede keer Afghanistan ingenomen. En de eerste keer was op een andere manier. Mm-hmm. Dan later, na 20 jaar, op een manier die wij nu het zien, ongelooflijk in de 20 en de 21ste eeuw zulke situaties zien in de wereld. Ja. Ze kwamen aan de macht toen voor het eerst in 1996. U bent in dat jaar gevlucht. Ja. Was het voor de Taliban? Voor de Taliban? Mm-hmm. Ja, voor de Taliban. In die tijd was ik met mijn studie, scriptieonderzoek bezig in Rusland en Moskou. Dat was een tijd met de hele hoop dat kan ik naar Afghanistan gaan en leven opbouwen. En mijn kinderen en familie. Ga ik daar wonen en genieten van mijn studietijd en van al mijn tijd dat heb ik in de bibliotheek gezeten en een scriptieonderzoek heb geschreven. En zo ineens zie ik dat Afghanistan valt om en dan moet ik weggaan. Je had huisarrest, als ik het goed heb begrepen, min of meer een jaar toen je terugkwam uit Moskou. Ja, mijn huisarrest was van nog in het beginfase tijdens Mujahideen en Soviet-invasie. Dat ik na een jaar mijn studie terug naar Afghanistan gegaan. Mm-hmm. Dat was toen. Maar mijn vlucht 25 jaar geleden, vanwege de oorlog en de komst van Taliban aan de macht in Afghanistan, was niet zo zwaar net als nu. Want toen misschien had ik meer energie, was ik steviger en krachtiger dan
ja, het was helemaal anders, maar nu al die 2 maanden die heb ik gehoord dat Afghanistan is ingenomen door de Taliban en al mijn netwerk in Afghanistan en iedereen zit in de shockachtige situatie in Afghanistan. Dat was ook voor mij heel veel verdrietig, heel verdrietig. En nu is het een zwaardere situatie voor mij dan toen. Want uiteindelijk dacht ik dat oké, het gebeurt iets één keer, komt goed en komt goed. En met de hoop heb ik hier hele leven opgebouwd in Nederland, mijn kinderen opgevoed en integratie gedaan, Nederlands geleerd, Nederlandse maatschappij leren kennen. En zo hoort het, zo is het leven. Moet je zich aanpassen bij alle situaties, maar met de hoop en hoop hebben. Maar als je ziet dat al jouw hoop gaat nog een keer en dan ik zie dat hoe moeilijk is. Moeilijk is voor mij geweest in die tijd. Ja. En wat als we teruggaan nog heel even naar de Taliban in 1996. Wat kenmerkte die beweging toen? Wat wilde die beweging? Dat ik toen via media heeft alles gehoord en gezien en verhalen van mensen gehoord. Dat was een strengere tijd. Ik zeg dat door ontbreken van deskundigheid komt ineens een genderprobleem bijvoorbeeld voor. Terwijl dat is niet heel belangrijk. Maar het belangrijkste economie in het land en het belangrijkste veiligheid in een land. Maar omdat zij kunnen niet andere manieren van de regeren, zij beginnen gewoon meteen met de man-vrouw situaties en dan gaan zij rondom deze problematiek mensen en ruzie met elkaar brengen. Alle families met elkaar en ruzie brengen. Dit is een manier van hoe kun je dat verdeelen hier. Ja. Ja. Wilt u iets aanvullen? Even terug naar de wat is de Taliban. En dan moeten we dat onderscheid maken of wij kunnen over wat de Taliban is en wie de Taliban zijn. Zoals zij heeft gezegd, het woord Taliban betekent dat de studenten Koran is van Koran of Madrasa. Mm-hmm. Maar dat is een definitie dat hij een formele definitie geeft die van toepassing van alle Taliban of Madrasa studenten vanaf het moment dat islam is ontstaan tot nu toe en die bestaat al. Hoe kunnen wij, en het is mogelijk om een afgebakende definitie te geven van Taliban. Het heeft een aantal problematische dingen, omdat hij niet elementen van de natuur is om identiek te zijn. Dat hij zoals ijzer of water voor alle soorten elementen gelden. Nee, elementen divers zijn wat betreft. En daarom... Het is heel moeilijk, omdat wij zelf ook betrokken zijn. En kunnen we niet zoals in natuurwetenschap afstand nemen. Wij zijn ook Afghanen. Dan hebben wij van tevoren een bepaalde beeld wat de Taliban zijn. Natuurlijk, onze opvattingen zijn ook hier een rol heeft. Maar hoe kunnen wij toch vanuit een beetje wetenschappelijke invalshoek een definitie geven... Het zou beter kunnen zijn dat in plaats van formele definitie... dat wij kijken wat ze doen eigenlijk. Dat is goed. En doordat ze doen kunnen wij een bepaalde kenmerken... en ook wat historische gebeurtenissen... vanaf 30 jaar dat die Taliban bij ongeveer als verschijnsel zien wij... kijken, kunnen wij iets zinnig vertellen over wie de Taliban zijn... dan moeten we kijken naar de ontstaan geschiedenis en omgeving waar die Taliban zijn opgegroeid en zich verspreid.
Eén element is dat zij grensoverschrijdende groepen zijn. Dus ja. Die komen niet uit Afghanistan zelf alleen. Een kleine groep in Zuid-Afghanistan. Een grote groep worden als weeskinderen en madrassen van Pakistan opgegroeid, opgeleid in Pakistan. Mm-hmm. Dat is een van de elementen dat ze onderscheidt van de rest van de mujahideen. Ja. En bovendien zijn ze opgegroeid in een... niet alleen madrassa om als Koranenscholen, maar ook opgeleid als militaire groeperingen. Als kind al? Als kind, al van 14 jaar, 15 jaar. Ja. En een strikte programma was. En ook hun imamen waren niet Afghanen, maar ook Pakistani vanuit madrassa van Pakistan. Mm-hmm. En... bijzonder in die madrassa was dat hij geen Shiiten hier deel uitmaakt. En de gewone madrassa in Afghanistan, dat die altijd hadden wij, die bestaat uit dat die Shiiten mogen ook eigen madrassa hebben, Taliban hebben, en dat de Soenieten ook mogen hebben. En daar mogen ze alleen bijvoorbeeld Soenieten, die opgeleid worden om niet alleen religie te bedrijven en theologie te bestuderen, mm-hmm. maar ook straks klaar zijn om in Afghanistan voor militaire doelen en activiteiten te kunnen dienen. Ja. Toen ze hebben gezien dat die na de val van, na de verdreven van de Sovjet-Unie, die mujahideen onderling gaan ze vechten, mm-hmm. was een soort schaamte voor de... Die Pakistan zeggen, wat gaan we nu doen? We hebben zo lang geïnvesteerd en nu gaan ze elkaar uitmoorden. En dan hebben we een probleem. Dan hebben ze in reserve deze groeperingen naar voren gebracht. Ja. En ze hadden een geluk dat in Afghanistan in die tijd een chaos heerst. Wetteloosheid door de oorlog tussen mujahideen onderling gewoon. Ja. Afghanistan was helemaal kapot gewoon. En er was geen orde, geen veiligheid in de samenleving. En Taliban zeiden ze, we gaan in Afghanistan veiligheid in orde brengen. Ja. Op het moment dat die orde is in Afghanistan, dan geven wij de regering aan de goede moslims. En hoe werden zij toen ontvangen? Dus die groep komt overwind, komt boven drijven. Mm-hmm. Was de bevolking aanvankelijk blij? De bevolking waren zat met die mujahideen. Ja. Die elke dag met elkaar vechten gewoon. Ja. En het land was onbestuurbaar gewoon. Mm-hmm. Dus dan is het typisch in Afghanistan. Elke keer dat die grote machten komen en gaan ze terug... dan laten ze onbestuurbaar het land achter. Mm-hmm. En dat mensen wilden gewoon orde. Want ze wilden ook geen islamitische staat, geen communistische staat. Ze wilden gewoon orde en veiligheid. Ja, natuurlijk. En er was nooit een verzorgerstaat geweest dat de mensen zeggen... staat, geef mij iets. Nee. Ze wilden alleen maar, enig wat ze wilden, vrede in Afghanistan. En Taliban, omdat ze kwamen... alle die mujahideen groeperingen opgeruimd gewoon. Mm-hmm. En dan voor hun was een hoop dat die misschien gaan ze voor ons een hoop zijn... dat die misschien in de toekomst kunnen wij veilig leven. Yeah. Maar ze wisten niet dat ze komen met een sleutel... dat die allemaal zitten in een gevangenis. Hele land zit in de gevangenis van de Taliban. Als ze in de gevangenis zijn, ben je veilig ook. Ja. Yeah. He, dus dan hoef je niet zorgen maken, je zit in de gevangenis. En wanneer sloeg het, een vraag aan u, wanneer sloeg het, ze werden ontvangen, veiligheid, een zeer normale wens voor ieder mens om in een veilig land te wonen natuurlijk. Wanneer sloeg het om? Wanneer dacht men, dit is misschien toch niet helemaal waar we op hoopten? Mag ik? Eventjes ben ik deze draad kwijt met alle... Dan neem ik u even mee terug. Het is september 1996 geweest. De Taliban is van de Mujahideen eigenlijk als winnende partij daar. De bevolking heet hun ook welkom. In elk geval
oké ermee dat er een partij aan de macht komt die vrede en veiligheid biedt. En mijn vraag is misschien vooral, wat gebeurde er toen? Kijk, een van de belangrijke dingen was het verbannen van de vrouwen. Dus de helft van de samenleving, mm-hmm, eigenlijk uit de publieke ruimte willen ze verbannen. Ja, dat zei u ook net. Dat, die gen- dat het een. Ja, ja, dat komt door ondeskundigheid van, de, van, de, van deze macht, van deze politiek. En wat bedoelt u precies met ondeskundigheid? Ik bedoel dat. Zij zijn geconcentreerd om macht te hebben en ja, iets te hebben en krijgen, maar zij zijn niet zo ver gekomen dat een methode voor dat te vinden, een manier van dat te vinden, mm-hmm, om macht te krijgen en hebben op een andere manier, dat mensen worden niet onder druk gezet, maar op een andere manier. Mm-hmm. Dat is de ondeskundigheid van hun. Dus ja. Eigenlijk een gebrek aan methode en het onderdrukken van vrouwen was dan wel een goede manier om. Ja, ik kan hier twee. Ene ding niet begrijpen of. Dat hoort bij hun doelen om zo te doen en macht hebben en dan doen wat, wat willen. Mm-hmm. Of zij kunnen dat niet begrijpen. Of, dit is een doel of een, zij kunnen dat niet begrijpen. De, hier kan ik niet helderheid krijgen. Dat, ja. Ja, dat begrijp ik. Het is ook vrij onaanvolgbaar waarom je de helft van je bevolking zou buitensluiten. Ze hadden natuurlijk een ideologie, mm-hmm, die een programma hadden, een doctrine. Dat betekent dat ze willen emiraten stichten. Ja. En die emirat was heel vreemd aan de structuur van de Afghaanse traditie van politiek bedrijven. En de emirat betekent dat hij iemand is die Amirul Mu'minin, dat hij iemand de commandant van de alle moslim zijn, en dat betekent dat zij alle moslims in de wereld bijvoorbeeld commanda geven, mm-hmm, hoe moeten ze islam bedrijven. Maar ze hadden niet in de gaten dat ze met een nazistaat te maken hebben en dan moeten ze een bepaald programma hebben voor de regering. Mm-hmm. Daarom hebben ze nooit bekendgemaakt, dat is onze programma voor economie, onderwijs en is dat. Gewoon, er is nooit een nooit een geweest, omdat de beleidsplan, omdat ze waren bezig met dat die politiestaat was. Mm-hmm. Dus, en hoe ging dat? Kunt u een voorbeeld geven van hoe, stel ik woonde daar met mijn gezin. Wat veranderde er voor mij als vrouw en moeder van een kind van 2,5 tussen 1994 en 1999, zo gezegd? Wat veranderde er dan voor een. Je wordt verbannen uit de publieke ruimte. Dus je fundamentele rechten worden ontnomen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Recht op arbeid, bijvoorbeeld. Recht op onderwijs bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is sociale grondrechten van die vrouwen zijn. Dus dat wilde ze duidelijk maken dat hij een soort islamitische emiraat is die eigenlijk andere manier van islam bedrijft. En die eigenlijk in plaats van de staat hebben wij een emiraat. Mm-hmm. Die negeert de structuur van de staat. We hebben de staat niet nodig. En in de vroegere tijd van het begin van de islam hadden wij zo een emiraat. En dan gaan we die pure oeroude manier van de islam bedrijven. En we hebben eigenlijk die apparaat die vroeger in Afghanistan waren, het systeem van de ministers allemaal, mm-hmm, hoeven niet te bedrijven gewoon. En dan. Terwijl daar hadden ze een soort regering in Kabul,
Maar de Amir al-Mu'minin, de Mullah Omar, dus die alles bepaalt, hij die blijft in Kandahar. Dus ja. Kandahar was in een provincie. En dan, dat betekent dat ze negeren gewoon het structuur van de macht, wat vroeger was in Afghanistan. Mm-hmm. Er was geen normale manier van regering. Tot de middag was de ambtenaren werkten voor de regering. Dan wordt gebedstijd. En dan gaan ze anderhalf uur bedden gewoon. Ja. En daarna eigen commandanten bij elkaar komen. Hoe kunnen wij verder morgen het land regeren? Ja. Er was geen staat was. En die staatloosheid. En ze waren ten opzichte van niemand verantwoordelijk in die samenleving. Nee. En dat heeft ook geleid dat je ruimte is voor alle andere moslimfundamenten uit de hele wereld om daar die naar heen schokken. En hoe? Ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment ook verzet ontstond tegen de Taliban in Afghanistan. Kunt u daar een beeld van geven? Kijk, het verzet was eigenlijk voor gewone burgers was heel moeilijk in zo'n tijd dat die mensen niks hadden om zich te verdedigen. Dus ze waren tot de tand gewapend. Mm-hmm. Tegenwoordig zie je als 50.000 of 60.000 Taliban in Kabul of in alle provincies zijn, allemaal zijn gewapend en zonder wapen zie je geen enkele talib rondlopen. En die vraag moeten aan de mensen stellen als de Taliban wapen neerleggen en ze mogen niet wapen pakken. Mm-hmm. En dan moet je aan de burgers vragen, hebben jullie verzet tegen de Taliban of niet? Hoe kunnen verzet hebben tegen de Taliban? En dat niemand heeft wapen. Ze hebben ontwapen alle mujahideen. Ja. En het leger moet naar huis gaan. Mm-hmm. En de structuur van het leger bestond niet. En dan is alleen een aantal milities van de Taliban die wapen hebben. En de rest niemand bijvoorbeeld in staat is om gewapende bijvoorbeeld acties tegen Taliban te voeren. Hoe kom je aan die wapen gewoon? Ja, dat begrijp ik. Om te zeggen verzetten tegen. En bovendien de rest van van de hele wereld, van vooral de Arabische landen kwamen. Mm-hmm. Die moslimfundamentalisten naar Afghanistan. Mm-hmm. Denk maar voor dat je binnen Laden komt met het hele apparaat. En dat noem ik ook een soort wereldburgeroorlog. Dat die burgers van 100 verschillende landen kwamen in Afghanistan. Ja. Daar kunnen vrij trainen. En van daaruit naar de hele wereld terroristische aanslag kunnen plegen. Mm-hmm. In zo'n situatie, hoe kunnen van een verzet van een vrouw die thuis zit al zes jaar. En ook mannen die ook zat waren van die oorlogen, moe waren van. Is onmogelijk. Onmogelijk was om een militaire verzet tegen de Taliban te organiseren. Mm-hmm. Nee, dat begrijp ik. Ik bedoelde misschien meer. Laat ik het anders vragen. Ik wil iets horen over hoe het was voor de bevolking en niet zozeer. Ook economisch bijvoorbeeld, over hoe het was om onder de Taliban te leven en wat dat deed met de mensen. Ook in de zin dat er in die periode, nou, u bent zelf iets daarvoor en u in 1996 ook gevlucht uit Afghanistan. Wat deed die heerschappij die lang heeft geduurd en nu er weer is, wat deed die met de mensen die daar gewoon woonden? Ik moet even toevoegen dat die een kleine Taliban hebben nooit een hele land. En de eerste keer ze kwamen overheers, daar was een vallei die zich verzette tegen de Taliban. Maar ze kregen geen steun van de andere landen. Ze hebben nu weer langstand gehouden. De tweede keer dat die vanwege hun geografische ligging, mm-hmm. Dat die moeilijk bereikbaar is om te kunnen bijvoorbeeld daar verzet tegen te houden. Ja. Dus
Want daar was altijd verzet tegen de Taliban geweest. Dus dat gebied is nooit in handen van de Taliban toen en ook nu. Ja. Maar die verzet wordt niet gesteund door de rest van de wereld. Mm-hmm. Ze hebben gevraagd de hele wereld, maar hebben ze geen steun gekregen, ook nu niet. Maar wij zien dat dat is niet alleen maar angstig en, voor de Afghaanse bevolking, voor de Afghaanse mensen. Maar het is ook angstig voor de hele buitenlandse maatschappij. Die kunnen tot nu toe al 2 maanden geen landen die kunnen Taliban erkennen. Dat blijft ergens een helemaal een diepe onduidelijkheid. Zij proberen aan allerlei gesprekken te komen. Die krijgen wij ook door de media. En ook gesloten gesprekken, die krijgen wij niet door de media. Nee. Maar in ieder geval geen land die erkent Taliban. Iedereen zit in angst en zulke onduidelijkheden voor hen. En was dat toen ook? Die angst? Toen was op een hele onduidelijke manier. Toen en Taliban waren heel niet voorbereid. En zij waren gewoon makkelijk wegduwen. En dan Hamid Karzai was aan de macht gekomen. Maar toen was ook een goede onderhandeling tussen hen. Mm-hmm. En die onderhandelingen duurden al een hele tijd. En zij hebben het op deze manier... Welke onderhandelingen precies? Wanneer was dit? Tussen de Taliban toen en de regering die kwam daarna. Ja. Tussen hen. Ja. Want daarna je ziet de groei van al deze situaties ook. Mm-hmm. Met alle 20 jaar zelfmoordaanslagen. Overal heb je een oorlog met 2 strijders en wapen. Maar de verdrietige situatie van de oorlog in Afghanistan... dat 2 strijdende partijen en de wapens en de zelfmoordaanslagen... die komt vanuit van binnen het maatschappij. Mm-hmm. En die zijn er eigenlijk altijd geweest? Ja, ook dat is na... ook altijd geweest. Ja, en ook... nog steeds. Ja. Voordat we nog een keer gaan luisteren naar Shahat Habibi... wil ik als laatste bespreken in 2001... viel Amerika natuurlijk Afghanistan in. U noemde het net al, dat was na 9-11. U was beide hier. Ik was hier. Hoe keek u daarnaar? Wat dacht u toen Amerika binnenviel? Het trieste verhaal is dat hij zo lang dat die 2 toren wordt niet geraakt... Amerikanen waren niet gevoelig voor de pijn van de Afghanen. Nee. Ze wisten dat die terroristische groeperingen in Afghanistan waren. Mm-hmm. Ze wisten dat die daar trainingkampen van de Bin Laden waren. Maar ze hebben nooit iemand die in Afghanistan geweest en... en ook gesteund de mujahideen gezegd... we waren toch verantwoordelijk dat die mujahideen en Taliban kwamen aan de macht. Nu doen ze, we wilden ook dat ze de Sovjet-Unie verdreven... dat hij in Afghanistan een betere toekomst krijgt. Ja. Maar nu Afghanistan zitten in de middeleeuwen terug... en de vrouwenrechten, mensenrechten, kinderrechten... allemaal interesseert hun niet en dan... Op het moment dat die Taliban niet bereid waren binnen Laden te leveren aan Amerika... dan toen ze begonnen om aan te vallen. En op deze manier wordt Taliban verdreven. Vergeet niet dat ze niet helemaal worden verdreven. Ze worden wel als reserve gehouden ergens. Mm-hmm. En gedurende 20 jaar dat die Taliban van 2001 tot... 2021, ze waren actief in Afghanistan. Ja. Overal. Maar wat dacht u op het moment, zeg maar, u pakt de krant 's ochtends en u ziet Amerikaanse inval in Afghanistan. Wat dacht u? Dacht u dat is goed of slecht nieuws?
Kijk, ze kwamen voor... Niemand heeft ongevraagd om aan te vallen. Ze deden zelf, omdat ze wilden dat hij wraak nemen. Dat ja. Dus de bijvoorbeeld de oorzaak voor die oorlog, dus die terroristische aanslag was mm-hmm. in Afghanistan. Ze zeggen, we hebben recht om zijn vijanden te kunnen bijvoorbeeld wraak nemen. En of berechten tenminste. Ja. En dan vielen ze in Afghanistan aan. En dan binnen een paar weken wordt de Taliban uit de macht verdreven geworden. Ja. En natuurlijk, toen mensen dachten, dan gaan ze gewoon dat. En dan gaan ze terug. En dan komt hier een nieuwe... En elke nieuwe regering, in plaats van de Taliban voor Afghanistan, was een goed nieuws. Ja. Ja. Op zich, het verdreven van de Taliban was eigenlijk goed. Maar waarom brachten ze Taliban? Dat was eigenlijk eerst in Afghanistan. Dat was dat nu gaan ze verdreven, gewoon de Taliban. Dus dat die Taliban weg waren in Afghanistan was goed. Maar dat die Taliban wordt op een of andere manier... Ik kan ook bewijsmaterialen hier volgen. Dat die wordt gespaard, volledig verdreven uit Afghanistan. Ja. En ze waren de gedurende 20 aanwezig op ook fronten in Afghanistan. En ook politiek en diplomatiek. Ja. En uiteindelijk hebben ze alweer die Taliban verheven tot een diplomatieke parallele staat. Dus 2 jaar terug in Qatar, achter de rug van de burgers. En zelf achter de rug van bondgenoten hier. En terwijl ze samen gingen naar Afghanistan als NAVO. Maar NAVO wist niet wanneer de Amerikanen komen ze terug. Ja. En met alle gevolgen van dien. Absoluut. En dat is de grote les aan de Europeanen om aan zich te vragen... moeten we altijd, als er wordt gebeld van Amerika... gaan ze hen aanvallen of militaire missies? Dan zeggen we ja. Of moeten we even nadenken of dat rechtvaardig is? Ja. Kunnen we democratie opleggen? Is dat niet in een strijd met het principe van vrijheid, dat u vrijheid oplegt? Dat is een ontzettend complexe vraag. Ja. En ik denk ook dat een van de volgende programma's van Gatol die uitgebreid zal gaan behandelen. Ik wil nog even naar u, mevrouw Amadi. Waar was u toen u hoorde dat Amerika Afghanistan ging binnenvallen? Weet u dat nog? Waar was ik toen? Weet u nog waar u was? Ja, ik was in Nederland. En waar? In Nijmegen. Was u thuis? Waar ik nu woon. Toevallig, ik was thuis. Ja, de situatie van Nijmegen. Toen was ik aan Nederlands leren. En ik kwam naar huis en doe ik de televisie aan. En ik zie dat wat gebeurt in de wereld. En wat dacht u? Net zoals nu denk ik over de situatie in de wereld in Afghanistan. Toen had ik 4 kleine kinderen, schoolgaande kinderen. En ik let niet op de nieuws hoe het kwam eigenlijk. Ja, het was een hele tijd... Misschien dat is een moederschapfunctie. Dat ik een hele tijd was bezig met mijn kinderen te opvoeden en gezin. Maar al nu in die tijd, dat heb ik veel tijd voor mezelf en voor anderen. En volgens de doelen van mijn studie en zo. Dan volg ik dagelijks de nieuws. En dan, ik wil er iets nuttigs voor doen. Ik ben dit jaar en vorig jaar ook de ambassade van vrede in Nijmegen vanuit Pax Christi. En ik heb veel activiteiten in Nijmegen gedaan. Ik help veel voor integratie in de Nederlandse samenleving. Toen wist ik niet dat zoveel Afghanen komen een keer naast mij wonen. Nu, precies naast mijn huis, woont 1000 Afghanen. Ik hoor verhalen van hun dat tijdens de vlucht... hoe kwamen zij hun kinderen verloren onder de voeten in de vliegveld in Kabul. Dat maakt mij heel verdrietig en heel gevoelig. Vanuit mijn vredesambassadeurschap in Nijmegen heb ik een
petitie genomen dat verzamelen handtekeningen van mensen. Ik heb meer dan 100 handtekeningen verzameld van Nijmegenaren. Die willen ook de wereldgemeenschap vragen dat letten op de situatie van Afghanistan. En die Afghaanse volken zijn een volk die hebben zij ook een tijd rust nodig. En dan alsjeblieft deze oorlog ergens anders verplaatsen. En een plek waar niet mensen wonen. Dank u wel. Ja. Mijn papieren leg ik straks achter de deur daar. Lieve mensen, die willen daar handtekening zetten. Ik word heel dankbaar. En ik wil de ene punt even toevoegen. Dat wij gezien in de situatie nu in Afghanistan. Ik richt mij in Europeanen en Nederlanders en de hele westerse gemeenschap, dat wij niet alleen verantwoordelijk zijn. Wat kunnen wij doen? Maar wat wij hadden kunnen ook voorkomen. Ja. Dus dat is een morele plicht, is dat wij niet verantwoord zijn wat wij hebben gedaan of doen. Maar wat hadden wij kunnen voorkomen? Al die situaties in Afghanistan hadden ze kunnen voorkomen. En als die mujahideen waren niet Afghanistan en Taliban waren niet misschien geweest, niet die 9-11. Mm-hmm. En die millenniumveranderingen, tweede millennium was gekenmerkt met twee situaties die met Afghanistan te maken hebben. Dus verdreven van de Sovjet-Unie en de val van de Berlijnse muur en dan 9-11. Ja. In beide situaties was Afghanistan betrokken. En dat ook voor Nederland, dat zo'n kleine lijn was vanaf het begin van die 9-11 betrokken met de situatie van Afghanistan. En als jij, heb ook met mijn leerling in de klas, dat je moet goed nadenken dat je zo'n klein land zo betrokken was, zodanig dat het politieke landschap van Nederland ook verandert. Dat de val van de kabinet Balkenende IV was de oorzaak, ligt ook bij Oruzgan. Dat die PvdA bijvoorbeeld niet wilde meer steunen. En ook nu, tot nu toe, het geval is dat de twee ministers van Buitenlandse Zaken, ook minister van Defensie, bij ontslag moeten nemen vanwege Afghanistan. Ja. Vergeet niet dat wij wonen in een wereld die zo geglobaliseerd is dat het leven hier kan gevolg hebben daar in Afghanistan. Dus denk aan de pijn van Afghanistan. Als die pijn ze hebben daar nu op dit moment, misschien later die pijn ook gevoeld wordt en dichtbij komt hier. En ik ben zeer dankbaar aan de Nederlanders dat ze, de gewone burgers, altijd die delen die pijn. Hebben ze begrip voor deze? En helaas, die afstand tussen de burgers. En burgers nooit wilden op deze manier Afghanistan achterlaten. Nee. Ze dachten, gaan we een rechtsstaat in Afghanistan bijvoorbeeld bouwen. Ja. Terwijl ik niet zo voorstander ben om in andere landen democratie op te leggen. Mm-hmm. In elk geval, het bedoeling was heel goed, maar ze hebben nooit gecontroleerd. Nooit hebben ze onderzoek gedaan. Doen we dat goed? Nee. Doen we van harte? En hier was ook een andere belang, dat in Nederland ook voor het land Nederland was ook van belang om in Afghanistan te blijven te steunen. Omdat de Amerikanen hebben gevraagd, omdat ze blijven deel uitmaken van G20. En de Amerikanen zeiden 2010, als jullie blijven gewoon langer meedoen, komen ze ook als gast bij het G20 uitgenodigd. Nu lezen we berichten daar dat in een aantal gevallen dat de reden dat ze ook langer blijven was ook een beetje eigen belang, dat ze uitgenodigd worden voor G20. Dus als jij, dus het was niet altijd medeleven met de uit altruïsme, nee. Dus eigen belang was hier ook niet Amerika. Dat zou ik niet willen uitvlakken. We gaan nog één keer luisteren voordat ik naar u kom, want u heeft misschien wel één of twee vragen. Naar Sha Tabibi. Dank u.
Naast theatermaker ben ik werkzaam als psycholoog. Ik hoop dat dat geen trauma veroorzaakt. En in de aanloop van de overname van de Taliban afgelopen augustus werd ik ongevraagd onderdeel van de aandacht van mijn omgeving. Mijn vrienden, uiteraard. Mijn buren, maar ook mijn cliënten. En die dag werd ik de cliënt en mijn cliënt de therapeut. Vreselijk, hè, Sja, wat er allemaal gebeurt in Afghanistan. Het moet wel heel erg zijn voor jou, hè? Heb je daar familie? Slaap je wel goed of eet je wel goed? Ziet er wat moe uit. Hoe voel je je eigenlijk hierbij? Nou, ik voel me een beetje verward, om eerlijk te zijn. We hebben decennia lang hebben wij het verhaal gekregen dat wij als westerse wereld barbaarse leiders aan de andere kant van de wereld moeten tegenhouden. En nu laten we deze welbekende extremistische groep niet alleen zijn gang gaan, maar we zitten zelfs samen aan tafel om met ze te overleggen. Ik snap het niet. Hoe kon het dat de chemische wapens van Saddam Hussein waren toen zo verschrikkelijk dat wij akkoord gingen met de inval in Irak. De bommen van Assad van Syrië waren zo vreselijk voor de Syrische kinderen dat president Obama zelf moest huilen op nationaal tv. En hetzelfde geldt voor de Libische Gaddafi, die als monster werd afgeschilderd. Wij moesten dat tegengaan. En nu? Nu weten we het niet. Ik voel dat ik de hoop verloren heb in Afghanistan. Een kleine beetje hoop bovenal in de wereldleiders. En daar in plaats van voel ik afschuw. Bovenal voel ik afschuw tegenover de Pakistaanse leiders. Die jarenlang onbeschaamd als honden van de Saoedi-Arabische ideologieën extremisme funderen in Afghanistan en op de grens. Ik verafschuw als tweede de Amerikaanse leiders en het systeem die hen creëert. Ik verafschuw Saoedi-Arabische en alle andere Arabische leiders die zo verslaafd zijn aan dit leven dat ze vergeten zijn dat er nog een hiernamaals komt volgens hun geloof. Ik verafschuw Iraanse leiders die tot nu toe nog steeds hun Afghaanse broeders en zusters ongelijk behandelen. Ik verafschuw Erdogan die op tv openlijk de ideologieën van de Taliban ondersteunt. En ik verafschuw Europese leiders. Die aan de ene hand destabilisatie funderen met hun wapenhandel en aan de andere kant het recht voor bestaan en vrijheid als crisis beschrijven. Ik verafschuw ook humanitaire organisaties, omdat, Sja, kunnen we nu alsjeblieft over mijn problemen praten? Ja, natuurlijk. Ik ben hier voor jou. Heel veel dank, Sja Tabibi. Ik ga je straks vragen, of misschien is dat goed om niet te doen. Je gaat voorstellingen spelen.
Kan je alvast voor de mensen, voordat we naar de vragen gaan, vertellen waar en wanneer die te zien zijn? Dankjewel. Ja, heel erg dank. Ik heb nog twee laatste voorstellingen die ik nog doe na 4 jaar. De voorstelling De Sjaaf van Holland, waar jullie vandaag één verhaal van hebben gehoord. De eerste volgende is 31 oktober in Nijmegen, in het Engels. En de laatste is in Den Haag, in mijn stad, op 21 november in het Paardpodium. En jullie kunnen dat allemaal vinden online op shatabibi.nl of via de Instagram-channels of Sjaaf of Holland gewoon intikken. Het zou heel leuk zijn als jullie komen. Dankjewel. Ik ben iets uitgelopen. Ik hoop dat u dat niet heel erg vindt. En als wel, dan is niet te veel meer aan te doen. Is er iemand die iets wil vragen? Ja, daar in de... God, het is weer echt oud Bali. Oh, voorzichtig, oud Bali dit, met eigenlijk geen ruimte om hier te lopen. Ik probeer beter te begrijpen de angst van de Taliban. Van hoogopgeleide vrouwen. Waar komt dat angst vandaan? Want zodra vrouwen hoogopgeleid zijn, dan lijkt het echt dat bij de Taliban een soort grote angst heerst dat die vrouwen dan hun gaan overheersen. Waar komt dat vandaan? Dat probeer ik even beter te begrijpen, zeg maar. En de strikte scheiding tussen man en vrouw. En wat ik ook fascinerend vind, is misschien een verkeerd woord, is als je kijkt bijvoorbeeld naar andere landen waar politieke islam heerst, dan lijkt het wel of de Taliban qua leer betrekking tot vrouwen, dat ze heel erg streng zijn. Want daar moeten vrouwen echt een niqab gaan dragen onder begeleiding van mannen naar buiten lopen. Dat zie je bijna nergens in de politieke islamitische wereld, behalve misschien nog in Saudi-Arabië. Dus daar vraag ik me af, waar komt het vandaan? Dank u wel. Heeft u goed verstaan? Zal ik hem herhalen? Ik heb niet goed verstaan. Dat komt ook door de akoestiek hier. De vraag is, waar komt de angst voor hoogopgeleide vrouwen vandaan bij de Taliban? Waarom zo ontzettend strikt en die vrouwen eigenlijk uit de publieke ruimte duwen? Ten eerste, het gaat niet alleen om hoogopgeleide vrouwen. Zelf het voor middelbare scholen, dat die scholieren vanaf middelbare schoolleeftijd mogen ook niet onderwijs krijgen. Nee. En dat is een angst dat die een grote groep in de samenleving is nu nog niet met de politieke macht te maken hadden, omgekocht zijn. Een grote groep zijn, die kunnen wel een eenheid vormen van andere groeperingen, vallen in etnische, ideologische bijvoorbeeld groeperingen. En bovendien zijn zodanig corrupt dat de burgers niet geloven in die groepen. De enige vijand, de enige verzet verwachten ze van de helft van de samenleving, die juist kunnen een grote verzet vormen, omdat ze de echte potentiële verzet tegen de Taliban kunnen zijn. En daarvoor zijn ze een beetje bang, omdat andere mensen kunnen ze omkopen. Andere groeperingen zijn gedurende 20 jaar kunnen ze heel makkelijk te kopen. De loyaliteit is in Afghanistan te koop. Mm-hmm. Je kunt van NAVO kopen, je kunt gewoon van de overheid kopen, door de overheid gekocht worden. En ook kunnen bijvoorbeeld door de Taliban, door Amerika, overal. Maar voor vrouwen, die toegang tot vrouwengemeenschap is voor deze corrupte bijvoorbeeld middel, corruptie, is heel moeilijk. En de enige die nu eenheid vormen als verzet, dat zijn de vrouwen gewoon. Ja. En dan die mannelijke samenleving dat ze willen in de toekomst in Afghanistan verwachten, dat kan alleen als vrouwen verbannen worden uit de samenleving. En tegenwoordig zeggen ze, jullie mogen nu geen onderwijs krijgen. Straks komt
Eerst waren Taliban, eerst de Taliban zeggen vrouwen mogen niet helemaal naar buiten komen. Mm-hmm. Nu zeggen ze sommige vrouwen mogen bijvoorbeeld in het ziekenhuis werken, yeah, et cetera. Yeah. Maar ze willen graag dat die Taliban, dat die vrouwen geen onderwijs krijgen. Dat je straks als je onderwijs krijgt, vragen ze ook een baan gewoon. Yeah. En als ze geen onderwijs hebben, komt de derde Taliban misschien, mm-hmm, dan zegt jullie zijn nog niet opgeleid. Dus 5, 6 jaar waren ze thuisgezeten. We kunnen niet jullie als jurist of docent of ambtenaar in dienst nemen. Mm-hmm. En dat is een angst gewoon. Dat is qua politieke, ja, en qua intellectuele groep de enige groep die potentieel kan tegen Taliban eigenlijk vechten en voor hun rechten opkomen. Ja. Opkomen, omdat andere groeperingen zijn failliet en discrediet geraakt. Ja. En daarvoor zijn ze bang voor deze groep. Omdat ze vormen grote groepen mensen in de samenleving van Afghanistan. Omdat de mannen zijn vooral door de oorlog bijvoorbeeld, ja, doorgegaan. Ja, en hoe, als ik één ding mag toevoegen, hoe meer onderwijs natuurlijk, hoe minder kinderen ook. Ja, dus onderwijs is als onderwijs dan weten over jouw rechten ook. Ja. Ook dat weten, wat betekent de staat? Wie zijn de Taliban die tegen ons zeggen, je moet op deze manier gedragen? Dan, waar komt die vandaan gewoon deze opdracht? Wij hebben ook fundamentele rechten. Wie zijn jullie die komen uit Pakistan tegen ons zeggen, ja, dat je mag niet bijvoorbeeld zonder hoofddoek naar buiten? Dan die vragen stellen gewoon. Ja. Dank. Ja. Zij hebben gewoon de macht, maar zij weten niet hoe met de macht omgaan. En het probleem van de genderprobleem komt eigenlijk bovenop. Want omdat dit is de gevoelige situatie van de maatschappij. Ja, en ja, dat is de helft van de bevolking. En zij weten niet hoe omgaan met al deze bevolking, hoe scholen actief laten en alles. Maar als de helft gaat wegdoen, dan met de helft ga je een omgang vinden. Dat is geen methode, dat is geen regeringsmethode. Dus daardoor weten alle andere landen weten ook niet wat gebeurt eigenlijk hier. Mm-hmm. Ja, dank. Ik heb eigenlijk ruimte voor 2 à 3 vragen, denk ik. Misschien kunnen we ze even. Ja, heel goed. Ik zie daar en daar 2 vragen achter elkaar. Misschien kunnen we ze even tegelijkertijd ophalen en dan. Ja, dag. Ik heb een vraag over wat mij niet helemaal duidelijk was in uw verhaal over de Mujahideen en de Taliban. Ik begreep van u dat de Mujahideen eigenlijk opgeheven werd en de Taliban kwam vanuit Pakistan. Ik hoor heel vaak van juist Afghanen dat ze zeggen dat de Mujahideen zich ontwikkelde tot de Taliban. Misschien is dat fout, maar ik wil het weten wat er nou precies gebeurde. Werden ze gerekruteerd ook uit de Mujahideen? Een deel. Die Mujahideen zijn ontstaans bijvoorbeeld geschiedenis en ook de omgeving waar ze opgegroeid was in Afghanistan zelf. Ze waren in Afghanistan toen de revolutie plaatsvond, de pro-Sovjet revolutie, zogenaamde de coup was. En die worden, toen ze zijn gevlucht, ze waren misschien 40 jaar oud, 50 jaar oud. Een aantal van hen ging niet naar die madrasa. Ze gingen naar vluchtelingkampen. Van daaruit worden ze. Ze gingen eerst eigenlijk als vluchtelingen. En daar wordt van hun gerecruiteerd tot de Mujahideen. Eigenlijk teruggestuurd naar Afghanistan. En veel van hun gingen ze naar madrasa. En die madrasa is typisch voor voornamelijk van die Taliban. Zoals weeskinderen van die groep Mujahideen. Dus hun kinderen waren daar. Hun ouders kwamen naar Afghanistan vechten. Hun kinderen bleven daar. En ze hebben geprobeerd de leiders van de Taliban van Pakistan te recruteren van deze kinderen van hun, tweede generatie. En ook weeskinderen
in Pakistan over de grenzen heen, omdat heel veel mannen overleden waren en hun kinderen waren een makkelijke prooi om hun tot de vechter voor de islam te kunnen opleiden. Ja. Dus een kleine deel van, die zijn de tweede generatie van Mujahideen, ja. Die eigenlijk geen, de rest van de Mujahideen komt voornamelijk uit alle gebieden van Afghanistan. Terwijl de Taliban komt voornamelijk uit de grenzen tussen Afghanistan en Pakistan en voornamelijk Zuid-Afghanistan, ergens in Paktia bijvoorbeeld, in Kandahar en Uruzgan en in dat gebieden. Dus daar wordt gerecruiteerd eigenlijk die groep Taliban, die heel anders zijn dan die Mujahideen. Onder die Mujahideen waren ook intellectuele groep die op universiteit zijn opgeleid in Afghanistan. Ze zaten naast meisjes op school, op universiteit en laboratorium. Het was heel anders dan die Taliban, dat nooit een vrouw tijdens hun opleiding hebben gezien. Daarom haten ze ook vrouwen. Dat weten ze niet. Als die vrouw slaan, weten ze niet dat een slaan een moeder, een zus van hun. Dat weten ze niet. Dat die gevoel hebben ze niet. En ze hebben nooit naar muziek geluisterd, nooit naar bioscoop geweest. Nooit kindertijd gehad. En zoals die kinderen slaan op straat, dat weten niet wat dat allemaal betekent voor de moeder van het kind. Nee. En dat is heel psychologische... Helder. Het zijn hele andere groepen. Ik begrijp heel het eigenlijk nu pas. Andere groeperen. Ja. En daarom heb ik ook niet medeleven met dat een vrouw die kinderen heeft, die nu thuis zit, haar man is overleden en de enige kostwet daar is. En die moet thuis zitten vanwege dat hij van sharia, door interpretatie van hun mag niet vrouw werken of arbeid verrichten. Mm. En dat weten niet hoe dat betekent, hoe pijnlijk is voor een moeder die kijkt hun kinderen van hongers bijvoorbeeld huilen en ze kan hun niet helpen. Die vrouwen nu vragen geen president worden of minister worden of hogere functie. Ze willen arbeidsrecht gewoon om te werken als docent, als bijvoorbeeld ambtenaar gewoon. Dank, we moeten naar de volgende vraag. U had een vraag, toch? Ik doe nog twee vragen en dan... Ja. Ik weet niet of het een vraag is die nu al aan de orde kan komen of pas in een later programma. Maar ik zou zo graag nog wat horen over wat Nederland en andere westerse mogendheden nu zouden moeten doen ten opzichte van het nieuwe regime in Afghanistan. Dat is een hele grote vraag. Dank u wel. We gaan er inderdaad even... Heel kort misschien reageren. Het volgend is een beetje laat. Ja. Een volgend het is, twee uur lang. Is een beetje laat. Ja. Maar het enige wat ze kunnen doen, niet erkennen de Taliban. Dat is het enige wat wij nu kunnen. Wij, en door geld en machtsmiddelen, dat die als geld bijvoorbeeld is, dan druk uitoefenen dat die Taliban... uiteindelijk tenminste de fundamentele, de basisrechten van mensen voor vrouwen een beetje rekening houden. Dank. Ik denk dat we het daarbij laten. Maar de derde aflevering gaat hier volgens mij helemaal over. En u had ook nog een vraag hier op de tweede rij. Nee? Oké. Ja, de allerlaatste vraag? Graag. Misschien een beetje een provocatieve vraag, maar jullie waren allebei mee eens dat met het vertrekken van de Sovjet-Unie uit Afghanistan het verlies voor de Afghaanse bevolking was. Dus ik vroeg me af of jullie dan vonden dat het onder de Sovjet-occupation veilig was voor de Afghaanse bevolking? Verlies hebben wij gezegd, het verlies van Afghanen hebben dit woord niet gebruik gemaakt, dat die de terugtrekken van de Sovjet-Unie verlies van de Afghaanse bevolking. Bedoeling, als ik het goed heb begrepen. Ja, ik denk misschien zou het aan mijn bewoording kunnen liggen, maar dat het kind van de rekening of het slachtoffer, laten we het dan zo noemen. Ik denk niet zozeer dat het iets is wat we misschien hebben besproken in winst of verlies. Of als wel, dan ligt dat aan mijn bewoordingen. Maar als ik je vraag iets mag herformuleren. Werd het veel slechter voor de bevolking
toen ze niet meer onder de Sovjet-Unie leefden, maar onder de Taliban. Was dat een verschil in kwaliteit van leven? Kan ik het zo ook? Mag ik het zo vragen? Ja, dat was een beetje wat ik me daar op deze soort van argument afvroeg. Ja, een goede vraag. Ja, juist op deze manier dat de slachtoffers van de oorlog was altijd de Franse bevolking. Maar de politiek van de landen is zo dat zij hebben geen verlies. Dus zij kunnen hun weg eigenlijk vinden. Zij kunnen met elkaar goed ergens alle situaties afspreken. Gewoon macht en geld maken. Het draait altijd om macht en geld. En zij kunnen hun doelen bereiken. Maar ja, dat is het zo. Het hele bevolking van de wereld is niet de macht en geld. Dit is een. Maar en dan heel hard gesteld, was het beter onder de Sovjet-Unie dan onder de Taliban? Wat vrouw betreft. Nee? Sorry. U zegt nee. Okay. Ik wil zeggen dat heeft geen verschil. Heeft geen verschil. Was een beetje anders, maar dat was niet voor de hele Afghanistan. Een deel van Afghanistan, ja, een hoofdstad, had een beetje scholen, een beetje educatie, iets beter. Maar dat was niet voor de hele Afghanistan. Afghanistan is een groot land met grote bevolking, 35 miljoen mensen. Dus maar heel sec gesteld, voor de meeste mensen was het slecht en werd het, bleef het slecht. Voor de meeste mensen was het slechter. En u, vindt u? Ja, vergeet niet dat je in die regering van die tijd was in seculair. Mm-hmm. En dus vrouwen mogen bijvoorbeeld onderwijs volgen, geen probleem. Naar de universiteit gaan, geen probleem. Schrijven was geen probleem. Ja. Muziek luisteren was geen probleem. Enige wat tekort was aan de democratische bijvoorbeeld grondslagen van bijvoorbeeld legitieme grondslagen van deze regering, dat die ideologisch bijvoorbeeld geneigd was om de macht alleen bij die partij blijven en niet delen met de rest van de politieke bijvoorbeeld groepering die naar Afghanistan was. En dat is een totalitaire bijvoorbeeld regime was. Ja. En dat wat de rest, die vrouwen bijvoorbeeld betreft, dat ze kunnen bijvoorbeeld onderwijs krijgen, dat ze kunnen bijvoorbeeld promoten hebben en werken en arbeid verrichten en ook hoog opgeleid. Dat was geen probleem in die tijd. Onder Sovjet, ja. En wij kennen in die tijd grote schrijvers, grote bijvoorbeeld artsen. En dat is wel helemaal in die tijd. Als ze niet bemoeid met de macht van bijvoorbeeld delen. Juist, dit is een heel groot onderwerp. Want je kunt niet zeggen dat dit is slecht, dit is goed. Nee, dat is ook een. Het is goed, maar het is goed om af te weten. Chargeren. Nee, het is elke complex. Interventie dat ben ik helemaal met goed. U. Nee. Elke interventie was voor Afghanistan slecht. En mensen dulden niet interventie van of Sovjet-Unie was of Amerika. Ja. Ze haatten gewoon dat. En dat was de reden van oorzaak van alle ellende. Beide interventies in Afghanistan. En daar begint de ellende. Hele vluchtelingen. We hadden geen enkele vluchtelingen voor de invasie van de Russen hier. En daarna ook die twee invasies was de reden dat wij hier vluchtelingen hadden. Ja. Laat maar één vluchteling zien voor de invasie van de Sovjet-Unie of een invasie van bijvoorbeeld. Voor die tijd hadden wij geen vluchtelingen. Nee. Dus je weet dat dat zijn de oorzaken gewoon. Ja, het systeem was helemaal anders. Ja. Ik ga u allebei heel hartelijk danken voor dit gesprek. Storey Amadi en Bashir Azizi. En Shia Tabibi natuurlijk. Ja. Heel veel dank dat u hier vanavond was. Geef graag een applaus. U ook heel veel dank voor uw komst. En dit was natuurlijk de eerste aflevering in een
in het drieluik oorlog in Afghanistan. En op 9 november vindt het tweede programma plaats. En daarin gaat de Afghaanse ex-parlementariër en vrouwenrechtactivist Fawzia Kofi. Het is echt heel bijzonder dat zij hier is. Want er waren 4 vrouwen in de ministerraad. En zij is er 1 van en ze komt naar de Bali. Dus wees daarbij. En zij gaat in gesprek met BBC-journalist Sana Safi. En ze spreken met elkaar over de Amerikaanse oorlog in Afghanistan. Dus bijna alles waarvan u vanavond had gehoopt dat wij het ook nog gingen bespreken. Heel veel dank en ik wens u een hele fijne avond.